Dit is een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Het is inmiddels bekend dat de COVID-19-pandemie wereldwijd het leven van alle dag op meerdere manieren verandert. De beperking in vrijheid, de manier waarop we met elkaar moeten omgaan, zowel thuis, op straat en op de werkvloer. We leren elke dag weer hoe het nieuwe normaal toe te passen op elkaar en met elkaar. Niet altijd even makkelijk. Ondertussen moeten we ook weer erop letten dat we gezond eten en gezond blijven. Angst voor COVID-19 is terecht, maar te veel angst werkt ook weer stress in de hand. Daarom is het ook belangrijk dat we leuke dingen doen en spelenderwijs de kinderen bezighouden. De coronacrisis vergt veel van onze creativiteit. Wat als je besmet raakt? Hoe beïnvloedt dit uw gezinsleven, uw werk en wat er allemaal nog bij komt kijken? Hoe gaan we als samenleving om met personen in onze woon- en werkomgeving die positief zijn getest en na enkele weken weer genezen zijn verklaard? Dus in wezen zijn die mensen weer ready voor het leven van alle dag. In deze aflevering van het COVID-19-journaal drukt het volgende gesprek ons opnieuw met de neus op de feiten. Het leert ons dat angst voor onnodige en ongewenste gedragsuitingen kan zorgen. En dat is niet goed. Hi, ik ben Chandel, ik ben 28 jaar dus jong en ook ik ben slachtoffer geweest van het COVID-19 virus. Wat dus een kleine griepje of een kleine oververmoeidheid bleek te zijn, was eigenlijk meer dan een kleine oververmoeidheid eigenlijk. Ik heb de eerste, volgens mij de vrijdag daarvoor, heb ik een kleine koorts gehad en de volgende dag legde ik mijn hand op mijn tante. Toen zei ze, je telefoon is zo heet, meisje. En toen zei ik, nee, het is mijn arm. Toen keken we elkaar aan en vroeg ik daar, moet ik het zekere voor het onzekere nemen? En ze zei, oké, is goed. Dus ik belde BOG natuurlijk. En ze hebben me toen gezegd dat ze me terug zouden bellen. Ik moet mijn telefoon bij de hand houden. Ze hebben me toen teruggebeld als ik langs kon komen om geswapt te worden. Ik ben geswapt geworden. Heel pijnlijk, want ze gaan heel diep in je keel en ook nog in je neus. Vooral als ze in je neus gaan, gaan ze heel diep naar achter. Dat is echt heel pijnlijk. Dus eigenlijk heb je de pijn vanaf het swabben tot dat je hoort eigenlijk dat je COVID-positief bent. En ze hebben me geswapt en toen zeiden ze dat ik binnen 48 uur mijn resultaat kon krijgen. Ik heb mijn resultaten binnen 24 uur gehad. Natuurlijk met negatief nieuws, slecht nieuws eigenlijk, dat ik COVID-positief was. Op dat moment had ik echt zoiets, mijn leven eindigt net hier, ik ga dood. Dat is het enige waar ik aan kon denken. En op dat moment stort je wereld eigenlijk helemaal in elkaar, want je weet eigenlijk niet wat je aan moet denken. Je denkt dan terug aan de plekken waar je bent geweest daarvoor. De mensen met wie je om bent gegaan en je bent bang dat je een heleboel mensen eigenlijk ook nog hebt geïnfecteerd. Dus dat alles speelde dan in je hoofd en vanaf dat moment was het voor mij heel zwaar. Ik ben 27 juli, dus de maandag na die zondag dat ik mijn resultaat heb gehad, moest ik me aanmelden bij KKF tussen 12 en 2. En daar ging het, na de aanmelding ging het in één keer achteruit. Ik ging met de minuten heel snel achteruit. Mijn saturatie was van 100% heel snel naar 81 gegaan. En het enige dat ik kon krijgen was zuurstof om eigenlijk die ademhaling te helpen. Alles doet in één keer pijn. Je hoest, je buik doet pijn. Je haalt adem omdat je denkt dat je... Dat het enige manier is om toch nog door te zetten. Maar je borst doet pijn. En als je zoiets hebt van alles doet pijn. Je voelt gewoon dat je breekt van alle kanten. En dan nog weet van je bent afhankelijk van zuurstof. Weet je eigenlijk niet waar je aan toe bent. Je hebt echt zoiets van ik ga dood. En in afwachting van de ambulance. Iedere keer keek ik naar de arts van wat gaat er nu met me gebeuren. Ze zegt, de ambulance is onderweg. Dus totdat de ambulance er eigenlijk is om me over te brengen naar het Wanica ziekenhuis. En
Het is heel snel gegaan. Ik ben binnen een kwartiertje, nog geen 20 minuten, zijn we aangekomen bij het ziekenhuis. In de ambulance ook nog gewoon voorzien van zuurstof. Daar aangekomen moesten we ook weer wachten op een zuurstofcilinder. Want als dat niet vrijkomt, kan je niet verplaatst worden, want ik was afhankelijk daarvan. En vanaf het moment ik eigenlijk ben opgenomen in het Wanika ziekenhuis, ben ik constant aan de zuurstof gebleven. De eerste 4 dagen waren de meest zware dagen voor mij. En op de vierde dag had ik echt zoiets van: God neem me. Mijn koorts was in 1 keer heel hoog. En de vierde dag was eigenlijk precies de 14e dag. Als ik terugtel van eigenlijk de dag dat ik besmet ben geraakt. En op die dag had ik echt zoiets van: neem me. Als dat het moet zijn. Ik kan de pijn niet aan. Die pijn die je voelt op je borst geeft je gewoon aanleiding om te zeggen: ik wil stoppen met ademen. Je kan het van zoveel mensen horen en weet je, het verplegend personeel zegt je ook weer rustig ademhalen. Maar het feit dat je naar adem snakt, je probeert zoveel naar binnen te krijgen, is heel pijnlijk. En bij elke beweging die je maakt, je hoest, je buik doet pijn, je wilt eten, maar je kan ook niet eten. Je mond, reuk is, ja, je raakt reuk kwijt, smaak raak je kwijt. Waarvoor eet je eigenlijk? En ik had echt zoiets, mijn mond is zo dood, want mijn onderlip kon ik niet voelen, mijn bovenlip op een gegeven moment niet meer. En ik proef niks. Dus ik had echt zoiets van: ik ga echt niet eten hoor, ik ga het zo laten. Maar wat het dan ook met je maag doet, omdat je helemaal niks naar binnen krijgt, is dan ook pijnlijk. Dus het lijkt wel op een kleine griepje, maar het is geen kleine griep. En iedereen ervaart het ook wel anders. Ik heb het dus als heel erg zwaar ervaren en pijnlijk, omdat ik het erg vond voor mezelf. Ik heb geen onderliggende ziektes, ik heb een blanco voorgeschiedenis qua gezondheid. En je verwacht dan niet dat het zo hard aankomt. Je verwacht dan niet dat je dan problemen krijgt met je longen. Je vreest dan voor het ergste. Gaat dit verder naar mijn hart? En waar ik echt bang werd, is toen de arts zei van: ik wil een thoraxwander, ik wil een ECG, want ik zie dat het niet goed gaat. Op dat moment had ik echt zoiets van: ik wil wel weten wat mijn resultaat is. Krijg ik gelijk mijn resultaten binnen? En de arts zegt: nee, we moeten het wel eerst gewoon bespreken onderling met al mijn collega's. En dan kunnen we aangeven als het goed gaat met je. Bloedafnames. Om de 2 dagen had ik mensen van het lab die kwamen om te prikken. Ik heb nog steeds plekjes over. In de ochtend kreeg ik 2 prikjes. En eigenlijk proberen ze je zoveel mogelijk op verschillende plekken te prikken. Je krijgt eigenlijk geen medicijnen, want er zijn geen medicijnen voor deze virus eigenlijk. Dus je krijgt bloedverdunners die je helpen om eigenlijk alles te reguleren in je lichaam. Maar echt medicijnen, dat kreeg je gewoon niet. Een kleine paracetamolletje voor kleine hoofdpijn krijg je. Maar als de koorts omhoog gaat, heb je echt helemaal niks die je helpt. Want ze gaan je ook geen paracetamol geven, omdat ze ervan uitgaan dat jouw immuunsysteem het zelf moet overwinnen. En het is belangrijk dat je dus heel goed eet en genoeg fruit naar binnen haalt. De dagen, eigenlijk 8 dagen na de eerste dag dat ik werd opgenomen, toen dacht ik: het gaat beter. Ik heb nog tegen die arts gezegd: oh nee, dokter, het gaat goed hoor. Ik heb gezongen onder de douche. Ze zeggen: ja, ik hoor het. Maar ik ga je terugzetten aan de zuurstof. Toen dacht ik: wat gebeurt er weer hier? Want na de 8e dag, uiteindelijk ben je van de zuurstof af. Denk je: ik ga nou echt gewoon frisse lucht pakken en genieten van de wind op het balkon. Want je bent de 8 dagen lang gewoon in de kamer. Er is wel ventilatie, maar je ziet helemaal niks buiten.
In een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal, dat is morgen, krijgt u meer te zien en te horen van deze dame en wat ze allemaal heeft meegemaakt. Maar we luisteren ook mee naar een deskundige, een psycholoog. Als er door te praten verlichting kan komen, dat kan altijd. Daarom is een van de tips dat er gesproken moet worden met iemand die u vertrouwt. Dus zoekt u iemand op die u vertrouwt, gaat u dan met deze persoon een gesprek aan. Het kan familie zijn, het kunnen ook vrienden zijn. Is het normaal dat mensen gestrest kunnen raken? Ja, we zijn allemaal mensen. We hebben altijd het moment dat we een situatie hebben waarop we eigenlijk overweldigd raken door al onze emoties. Vandaar dat we dan ons op een bepaald moment gestrest kunnen voelen. Dus het is een normale zaak. Ieder kan dit meemaken. En dan zijn we zo zoetjes aangekomen aan het eind van deze COVID-19 aflevering. Maar voordat ik u laat gaan, herinner ik u eraan. Suriname is in lockdown. Vanaf 8 uur 's avonds tot en met 5 uur 's morgens. Blijf thuis. Laten wij het niet moeilijker maken voor onze ordediensten, maar zeker ook niet voor onze zorgverleners. We doen het samen toch? Wees gehoorzaam aan de COVID-19 regels en let goed op uzelf.